Yo, guys van GamerMax, welkom bij een nieuwe Mindtopia video, mensen. Vandaag zijn we terug op Mindtopia, mensen. Vandaag een hele speciale video, mensen. We zijn terug in het oude vertrouwde Cosmopolitan en ik log net in, mensen. Het is 3 uur in de middag en ik log net in en ik zie ineens heel wat rare dingen dat hier gebeurd zijn. Die grote update is in gang die David in zijn video heeft laten zien. Maar ik heb iets heel leuks ontdekt en wat echt super tof gaat worden. En waar ik natuurlijk heel rijk mee ben geworden. En er zijn nog wat andere dingen gebeurd. Maar eerst gaan we even naar mijn appartement toe. Want daar is ook wat gebeurd. Oh ja, letterlijk al mijn spullen zijn weg. En ja, ze zijn niet gestolen hoop ik. Maar ze zijn dus weg. En ja, toen net liep ik dus daarheen. En toen zag ik iets staan. Ik loop er even naartoe. Want ik vloog even vanaf een ander gebouw naar mijn appartement toe. Het zag dat al heel mijn appartement leeg was. Ik dacht, wat is er aan de hand? Ja, toen vloog ik naar beneden toe. En toen zag ik wat staan. Ja, zoals je daar al hekken ziet, je kan het al raden. Het gaat verplaatsen. Ik was natuurlijk helemaal vergeten dat het gebouw ging verplaatsen. Eigenlijk had ik mijn spullen weg moeten leggen, maar ik was dus helemaal vergeten. Ja, nou, zoals je ziet, staat hier een hek. En dit hek is natuurlijk 2 minuten geleden geplaatst, volgens mij. Cosmo update zijn alle spullen verplaatst. Of zullen ze terugleggen? Nou, ik hoop dat ze op de juiste plek ook terug gaan leggen, want anders moet ik alles weer sorteren. Maar in ieder geval, het wordt dus verplaatst, het gebouw. En daarboven is mijn appartement. Dus mijn full diamond setje, alles, mijn wapenstok, alles ligt daarboven. Dus ja, we moeten een beetje wachten eventjes tot het gebouw verplaatst is. Als het goed is, gaat die verplaatst worden naar daar ongeveer. Hij wordt gedraaid, volgens mij, zoiets. In ieder geval, ja, dus al mijn spullen zijn weg. Dat is natuurlijk niet zo handig. Hey. De Frank Tank is hier ook. Hij is hier denk ik bezig met zijn bouw. Wat heeft hij te zeggen? Wat is er? Wat is er? Had jij geheime kisten? Nee. XT. Zit in vit. hij was eens kijken of ik geheime kisten had. Nekkerman is er ook één, Nekkerman! Godsamme. Godsamme, man. Gaat mijn huis lopen. Nou, in ieder geval shout-out naar Frank Denk's moeder, zegt hij. Nou. Esso naar... ik ben in vit. Nou, goed. Nou, hij vroeg even hoe het ging. In ieder geval, het wordt dus gesloopt. De Frank Tank is letterlijk nu bezig, volgens mij. Esso naar Nekkerman. Esso naar Nekkerman. Nou, ik weet niet. Het wordt dus gesloopt, jongen. Het wordt verplaatst als het goed... Ik weet het eigenlijk niet meer. Het wordt als het goed is verplaatst naar daar. Nou, wat heeft Nekkerman te zeggen? Daar gaan we door naar het grote nieuws van vandaag. Snel, snel. Wat heeft hij te zeggen? Mensen, vind je het leuk video? Doe even een likeie. Vergeet zeker niet te abonneren. En laat achter wat je hiervan vindt. Trouwens, de fitheid is ook geüpdate zoals je kan zien. 140, 225. Nou, Nekkerman, abonneer, sub. Ja, nice, dat klopt. In ieder geval, ja, dus, ik heb geen Jump Boost 2 meer. En mijn speed is ook een stuk lager als eerst. Dus ik moet weer heel veel fitheid gaan trainen om mijn oude fitheid terug te krijgen. Ik heb geen idee of het bacon wat ik eet nog goed is. Maar dat zien we vanzelf wel. Maar die fitheid is dus ook geüpdate. Je kan nu 225 hebben. Maar ik had eerst 130. Dus ik heb er 10 bijgekregen door de update. Misschien dat ik al zoveel gerend had bijvoorbeeld. En ja, dat soort dingen. Maar ik heb er dus 10 bijgekregen. En ik heb er dus nog 85 te gaan. Dus dat is ook heel wat ik kan trainen. Daar kan ik misschien een paar tips voor uitvogelen. Wat je kan trainen. Dan laat ik dat in een livestream of een video zien. Maar waar deze hele video om draait... Waar jullie al op wachten sinds jullie de titel hebben gezien. Dus niet die stomme fitheid. Niet die hele gebouw wat verplaatst wordt. Maar. Ik loop er nu rechtop af, mensen. Ik loop er nu rechtop af. En dat is. Natuurlijk. De stockmarket, als ik het goed heb. Ja. Stockmarket komt terug. Ik weet niet of het echt terugkomt. Daar is het oude gebouw natuurlijk. Daar heb ik miljoenen euro's gemaakt. Daar kunnen we nog wel even heel snel eerst heen rennen. Ik heb hier echt miljoenen euro's gemaakt aangezien stockmarket. Het kost veel werk, je moet veel moeite insteken om ja, goede dingen te vinden. Maar het levert ook wat op, zoals je ziet. Dit is de oude stockmarket. Ik heb hier miljoenen euro's winst gemaakt. Ja, ik heb er natuurlijk ook miljoenen voor ingezet. Het is een beetje risico. Het is natuurlijk aandelen, dus net als je op de bitcoin inzet. Maar dan zet je op de gemeente van Cosmopolitan bijvoorbeeld in. Gaat het stijgen, dan heb je winst. Gaat het dalen, heb je verlies. Zo werkt het een beetje. Maar nu heb je dus de nieuwe stockmarket. Als het goed is. Ik weet niet zeker. Het is gezegd dat hier de stockmarket zou zijn.
zou zien, nee, zou zijn. Want hier staat brief per stokmarkt. Daardoor denk ik dat hier de stokmarkt komt. Zou een beetje raar zijn als die niet komt. Er hangen hier ook allemaal van die paneeltjes. Ja, hoe moet je het noemen? TV'tjes, weet ik veel. Dus ik ben best... Kunnen we hier overheen? Nee, kunnen we niet overheen. Kunnen we hier nog wel ergens gluren wat hier allemaal onder zit? Boven zit bedoel ik. Misschien kunnen we vanaf de Elytra Tower kunnen we wel eventjes... hoe heet het? Het gebouw opvliegen. Maar in ieder geval, de stokmarkt komt terug. Ik hoop dat jullie allemaal... Ja, dit leuk vinden, want ik vind het in ieder geval super tof. Hier kan je echt veel geld mee verdienen. Dit is een nieuwe gemeente volgens mij. Ik weet het eigenlijk helemaal niet zeker, maar volgens mij wel. De nieuwe stockmarket. Ja, misschien kan ik het vanaf het Elytra Tower even opvliegen. Nou, dat gaan we maar even doen. Misschien kunnen we dan wat meer zien. In ieder geval, de stockmarket komt terug. Ik heb gehoord, als je van 5 blokken hoog naar beneden valt, dat je je benen breekt en er echt super veel fitheid vanaf gaat ofzo. Ik heb geen idee hoe het precies nog allemaal werkt, maar in ieder geval, pas op. Je kan ook niet meer Elytra boosten. Dus je kan zien, je kan niet meer zo ja boosten. Dat kan pas als je 5 blokken hoog bent, dan kan je pas je Elytra gebruiken, heb ik gehoord. Dus daar moet je ook mee oppassen. Dus ik zou niet meer die Elytra pakken en ik zou niet meer naar beneden springen. Want als het goed is, heb je dan je benen gebroken, zei tenminste iemand die ik ken. Oh, wat? Elytra Tower heeft kisten. Sinds wanneer is dit zo? Of appartementen, dat wist ik niet eens. Nou, in ieder geval, we gaan even naar boven toe. En laat achter of jij ook naar de stockmarket gaat. Ik ga zeker eventjes een kijkje nemen. Misschien weer een beetje stockmarket doen. Dus misschien kan ik wat tips geven. Bijvoorbeeld in video's wat je moet doen. En mijn eten raakt een beetje op. Ik heb echt geen idee of dit goed is. Want er is natuurlijk een nieuwe fitheid update. En wie weet is nou ander eten goed geworden. Dus als je iets weet over de fitheid, laat het achter in de reacties. Dus dan weten we het ook. In ieder geval mensen, doe even abonneren. En doe even een likeje als je het al een toffe video vindt. Want ja, we laten hier natuurlijk wel even die nieuwe shit zien. Want volgens mij is het er pas heel kort dit allemaal. Want ik heb het nog niet gezien. Volgens mij is het vannacht of zo pas erin gekomen. Ik weet het eigenlijk niet. Mijn gebouw is pas net in de hekken gezet. Be safe, ja, be safe. Even kijken, waar is het? Daar is het nieuwe gebouw. Ja, daar. Oké, dan gaan we nu vliegen. Oké. Hier is geen ingang zoals ik kan zien. Oké, dan gaan we proberen op zo'n raampje te komen. Holy shit, ze hebben hier van die nether kwarts. Oeh, mensen, kijk eens hier. De oude stockmarket machines, mensen. De oude, ik zie ze nu al staan. Ze hebben hier allemaal kantoortjes gemaakt. Genoeg plek voor heel veel mensen, dus zoals je kan zien. Echt heel veel mensen kunnen hier dus zitten. Kijk, mensen, de oude vertrouwde stockmarket machines waar ik zoveel geld heb meegemaakt. Ja, ik heb er ook trouwens heel veel mee verloren, maar ja. Ik had een keertje 1 miljoen verlies gemaakt. Dat kan ook gebeuren. Dus het is wel een risicootje wat je neemt. Je maakt niet altijd winst. Want je kan ook gewoon 1 miljoen verliezen zoals ik had. Maar ik heb er ook een paar miljoen mee gewonnen. Dus uiteindelijk heb ik er wel winst mee gehad. Ik kan niet veel zien. Maar ik kan hier. Ja, ik kan hier die apparaten zien. Daarachter staat nog een apparaatje. Nou, ik ga snel weer naar beneden. Voordat de politie me hier ziet. Ik weet niet of de politie online is. Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval, ik weet niet. Dit is het gebouw. Dus het ziet er echt huge uit. Het is echt zo'n... Ja, ik weet niet, volgens mij is het echt gebaseerd op zo'n Amerikaanse aandelenbeursgebouw of zo. Ik weet het helemaal niet zeker, maar ik denk het zoiets. In ieder geval mensen, ja, dit komt dus terug. Laat ook achter in de reacties of jij dus ook hier naar de stockmarket gaat. Want het zal me raar lijken als er geen stockmarket komt als hier een bordje met brief bij stockmarket staat. Dus, en dan hebben we gek Ustoli, Fakka Stoli. Nou, hij zit bij mij in de TS-channel, dus hij weet gewoon dat ik hier ben. ja, dit komt dus terug. Ik weet niet, laat het gewoon achter, mensen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vraag hem ook af wat al die vlaggen hier doen. Heet dat iets te betekenen? Nederland, België, Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk. Ik weet niet of dat iets te betekenen heeft, maar we gaan het zien. Ik gok wel dat het gewoon op Mindtopia steden blijft of zo. Als er aandelen komen. Ik weet het niet. Misschien inkopen. Er komen heel veel nieuwe dingen aan. In ieder geval vind je het tof. Al die nieuwe updates. Ik wel. Ja, met uitzondering dan van de fitheid. Want nu moet ik weer heel veel gaan trainen. En daar heb ik op zich niet zo heel veel zin in. Dus het wordt pillen kopen. Ja, in ieder geval is dit dus een van de nieuwe dingen in de update. Ik heb de fitheid laten zien. De aanpassing Cosmopolitan. Willen jullie meer updates zien? Wow, joh, wat heeft deze gast voor gek pakje, man. Zo'n full set van dat. Maar joh. In ieder geval, willen jullie meer updates zien? Kijk, ik heb showen, jongen. Met zijn gangster kleding. Ja, dus ik ga het voor de derde keer zeggen. Willen jullie meer updates zien? Doe een like, abonneer en laat achter wat je ervan vindt, mensen. Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden dat het terugkomt. Ja, ik ben zelf ook gewoon benieuwd naar hoe het gaat worden. En wat de regels zijn, enzovoort, enzovoort. Dat is een Stolly. Ik krijg wortels. Nou, dit moet goed zijn voor een Stolly wortels. Nou...
We gaan kijken of ik fit uit de motor doorkom. Een livestream komt er binnenkort ook aan, mensen. Dus hou het kanaal in de gaten. En dan bedank jullie voor het kijken. Doe een like. Vergeet zeker niet te abonneren. Volg mij op Twitter. Bijna de 1500 volgers. Dus nog een stuk of 10. Linkje in de beschrijving. En dan bedank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Doei.